Welkom bij de oefening op de wet van Ohm. In dit circuit hebben we gegeven... Welkom bij de eerste oefening op de wet van Ohm. Wat u hier ziet is een circuit met een bronspanning van 24 volt. De bron levert een stroom die door een weerstand gaat van 12 ohm. Wij hebben dus gegeven een bronspanning V1 gelijk aan 24 volt en een weerstand R1 gelijk aan 12 ohm. De vraag die ik jullie stel is, als jij deze spanning en deze weerstand hebt, wat is dan de stroom die door de weerstand gaat en de bron dus moet leveren? Dus gevraagd is de stroom die door de weerstand gaat en dus geleverd wordt door de bron. De eerste vraag die wij ons dan wel moeten stellen is, in welke richting gaat die stroom vloeien? Nu, we hebben geleerd dat de stroom zal vloeien van de pluskant van de batterij, of de voedingsbron, dus hier plus, naar de minkant. Hier is de minkant. De stroom zal dus aan de pluskant vertrekken, door de weerstand gaan, en onder aan de minkant van de batterij terug de batterij ingaan. De stroomrichting is dus zo. We weten nu de richting van de stroom. Dus de volgende vraag natuurlijk, hoe groot is onze stroom? Wat hebben we daarvoor nodig? Een formule. En de formule die we daarvoor gaan gebruiken is de wet van Ohm. De formule voor een wet van Ohm was, spanning is gelijk aan stroom maal weerstand. Dat is een heel simpele formule die we heel makkelijk kunnen omzetten om onze stroom te berekenen, namelijk... Stroom is gelijk aan spanning deel door weerstand. Indien dat wij daar dus de spanning en de weerstand die reeds gegeven zijn, indien dat wij invullen, dan krijgen wij de stroom is gelijk aan een spanning van 24 volt gedeeld door een weerstand van 12 ohm. Als je dat dan uithaalt, kom je uit op een stroom van 2 ampère. In dit geval weten wij dus dat er een stroom van 2 ampère in deze richting door de weerstand.